De spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis zal een upgrade ondergaan. Minister Umar Ramadien van Volksgezondheid zegt dat het project upgrade en renovatie van de spoedeisende hulp is goedgekeurd door de regering. Voor dit project is er een bedrag van $840.000 ter beschikking gesteld door de regering. Dit project moet ervoor zorgen dat de uitdagingen waarmee de SEH nu kampt weggewerkt worden. President, u weet dat u in februari, als het februari afgelopen was, u hier voor de opening van de CT-scan en u hebt de rondleiding gehad. En u hebt de rondleiding gehad in de SEH en zijn plannen gepresenteerd. Na uw bezoek zijn we aan tafel gegaan en hebben gekeken naar het project. Het project wil zich richten op het praktisch maken van de SEH om de flow van de patiënt zo efficiënt mogelijk te organiseren. En het project ter waarde van $840.000 is door de regering goedgekeurd en ter beschikking gesteld. Ik begrijp dat het een stuk aan het ministerie van Financiën zijn ter beoordeling. En dat we eens proberen over een aantal maanden weer hier dit project ook op te leveren, zodat de impact op die maatschappij, die ook bij de SEH enorm veel uitdagingen ervaart, dat we ook daar verbetering zien van het systeem. De bewindsman geeft verder aan dat het beleid ten aanzien van de gezondheidszorg ook een upgrade moet ondergaan. Onlangs is door de regering een nationaal plan voor de vernieuwing van de gezondheidszorg 2025 goedgekeurd. Ramadien gaat in op de doelstellingen die de regering wil realiseren voor 2025. Namelijk dat alle Surinamers toegang hebben tot de zorgverzekering waarmee vast ligt dat de zaken wel en niet vergoed worden. En waarmee de bijdrage aan de kosten van de gezondheidszorg gebaseerd zullen zijn op het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dat het zorgaanbod zodanig is georganiseerd dat er zorgcontinuïteit is. Dat zorg efficiënt wordt geleverd en aan kwaliteitseisen voldoet en rekening houden met de omvang en de economische situatie van Suriname. Dat het ministerie van Volksgezondheid dat het hiervoor waakt over de volksgezondheid en de besturen van zorginstellingen en verzekeraars hun bestuurlijke verantwoordelijkheid waarmaken. Dat het gezondheidszorgsysteem zelfvoorzienend is en dat er een nationaal zorgbudget wordt vastgesteld, waardoor kan worden afgestapt van het fee-for-service model. Dat de gezondheidstoestand van de Surinamers verbetert door meer aandacht voor lifestyle en preventie en dat de financiële prikkels gericht zijn op preventie. Dit nationaal plan voor de vernieuwing van de gezondheidszorg 2025 moet er ook toe bijdragen dat er een evenwichtige en transparante beloningsstructuur komt voor alle medewerkers in de gezondheidszorg.